een ballon in de vorm van bier. Dat is misschien iets voor Remco. Hallo en welkom terug bij een Gamedorp voor een nieuwe aflevering van Blokje Om met Wes. Mensen, het is lang geleden, I know, maar ik heb een goede reden, want mijn computer was kapot. En dan kan je niet anders, hè, dan niet opnemen, want ja, ik kon niet opnemen. Het enige wat ik kon doen, waren gewone video's met mijn camera op mijn eigen kanaal. Maar ja, Blokje Om, ja, daar heb je een computer voor nodig. Maar om het jullie goed te maken, want ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest. Ten eerste, de vorige aflevering had meer dan 100 likes. Ik vroeg dus om 100 likes, wat kreeg ik? 135 likes. Dat is natuurlijk niet erg, vind ik totaal niet erg eigenlijk. Maar dat betekent, want ik had gezegd, er gaan er twee namen op de Wall of Fame. Maar omdat ik, ja, een paar weken afwezig ben geweest, ga ik daar gewoon gelijk een derde naam bij plakken. En deze aflevering wordt extra lang. En als we weer de 100 likes kunnen halen, dan doe ik volgende week niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 namen op de Wall of Fame. Dan denken jullie waarschijnlijk van, Wes, als je zo gaat blijven doorgaan, staat die muur al vol voordat je ergens raakt met je serie. Nou, dit hoeft niet de enige Wall of Fame te zijn natuurlijk. Er kunnen er nog meer zijn. Maar mensen, without further ado, gaan we kijken wie er allemaal op de Wall of Fame komt. En dan hebben we eerst nog bordjes voor nodig. En bordjes heb ik hier niet bij me. Die zitten waarschijnlijk in een chest, als ik er nog heb. Ja, en perfect 3 ook. Fantastisch. Oh ja, oké. Dus, eerste naam voor deze aflevering op The Wall of Fame. En dat is Joshua Moulans. En die zegt, mijn naam is Donald Trump en ik geil op muren. Dus ik wil ook graag op deze muur staan. Naam Joshua. Die vond ik legit, een hele leuke reactie. Aangezien dat Donald Trump altijd met zijn muur rond Mexico zit en zo. Ik vond dat een leuke reactie. Dus Joshua, jij gaat mooi op deze muur. En de tweede naam op de muur voor deze aflevering is MJM met de reactie Eddie Wally of Fame. Lololol. Ik vond die ook legit grappig, want Eddie Wally is een zanger en Wally is die robot en de Wall, Eddie Wally of Fame. Ja, ik vond die wel leuk. Misschien wordt dat zelfs de naam van mijn volgende Wall of Fame. I don't know. Ik vond die leuk. Dus MJM, jij staat ook op The freaking Wall of Fame. En dan hebben we nog de laatste voor deze aflevering. Wauw, dat zijn heel veel namen. Laten we meteen even kijken. Is Bad Eend Bibi. Superleuke video. Mijn Minecraft naam is Bibi de Bad Eend. En ik vond die Minecraft naam zo leuk dat ik die gewoon op mijn muur wou hebben. Ik vond dit leuk. Ik vond het gewoon superleuk. Dus hey, daar zijn we. 3 extra namen op het bord. En ik zie dat het alweer donker wordt. Dus dan kan ik weer lekker gaan slapen. You can only sleep at night, want het is nog niet nacht. En ik ben trouwens al de hele tijd, ik ben vergeten om deze zaadjes te planten. Wow, ik kan even niet goed overweg met, ja. Ik ben het gewoon vergeten planten. Alweer. Like, heb ik dat niet geplant de vorige keer? Ik heb geen idee. I don't know. Zo, het is weer lekker ochtend. Ah, lekker hemels. Oké, wat we eerst even gaan doen is kijken op de berg. Want ja, dat hadden we de vorige aflevering gemaakt. Die trap naar boven op de berg. Waar ik wel eigenlijk redelijk trots op ben. Want ik vind het wel een coole trap geworden. Hupsakee. Hier gaan we namelijk ons huis bouwen. En de tweede Wall of Fame zal hier ook wel ergens te komen staan. Of misschien in het huis zelfs. En ik heb deze prachtige wereld als uitzicht. Ik vind het hier lekker mooi. En nu moeten we gewoon een huis bouwen. Dus wat ik eerst ga doen, is ik ga al dit gras hier even wegdoen. Want dat hebben we allemaal niet nodig. Want we moeten natuurlijk alle ruimte hebben die we maar kunnen om ons huis te bouwen. En wat ik van plan ben, is om het huis een beetje mee te bouwen met de, ja, het landschap. Het gaat waarschijnlijk op niets trekken, want ik kan ook niet bouwen. Dus
Ja, sorry als het lelijk is, as shit. Maar we komen er wel doorheen, we komen er wel doorheen. Oh, we hebben genoeg wood, man. Oh, dat zal wel lukken. Kijk eens aan hoeveel hout we hebben. Dat komt allemaal in orde. Komt allemaal in orde. Ik heb dit gemist, jongens. Ik heb dit echt gemist. Ik vind het zo'n vredige Minecraft-wereld. Heel bright qua kleur. De shaders zijn mooi. Het resource pack is prachtig. En het is gewoon lekker chill. Minecraft bouwen. I love it. Oké, dus we gaan hier pilaren zetten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En ik ga eerst eten, anders ga ik straks dood. En dat is niet de bedoeling. Dat is echt wel niet de bedoeling, want dan word ik geband van de server. Omdat het hardcore is. Dat is echt wel... Ja, dat zou niet echt gunstig zijn. Ja, tenzij dat je wilt dat deze serie eindigt, dan is het voor jou misschien wel gunstig. Maar ik heb liever dat deze serie nog even blijft doorgaan. Dus ik blijf ook liever leven. Zo, oké, dat is dus al klaar. Het skelet van het huis, of toch van de eerste verdieping. Want ja, ik heb geen... Ik heb geen behoefte om maar één verdieping in mijn huis te hebben. Ik wil natuurlijk wel twee verdiepingen en misschien een terras of zo. Dat zou wel fijn zijn, een terras, I guess. Dus, ja, dit wordt het ongeveer. Ongeveer. Misschien kunnen we zelfs hier de deur steken in het midden zo. Zou dat niet cool zijn? Of misschien aan de zijkant en dan kan ik hier nog een raampje hebben. Dat is misschien ook wel leuk. En dan kunnen we ook een mooi paadje weer aanleggen zoals we daar beneden ook hebben gedaan. Hè? Dat pad daar. En ik heb natuurlijk ook eerst cobblestone nodig. Alleen weet ik niet of ik nog genoeg cobblestone heb. En ik denk het eigenlijk niet. Dus ik vrees dat we dan nog cobblestone gaan moeten kappen en daar heb ik wel echt geen zin in. Dus laten we even kijken. 3 cobblestone. En het is weer een prachtige dag in mijn Minecraft wereld. Ik zeg dat elke keer, maar ik ben nog altijd onder de indruk van hoe mooi dit eruit ziet. Ik vind het prachtig. Jongens, deze cave is prachtig. Ik vind hier ook superveel iron. Het is ongelooflijk. Hoeveel iron heb ik nu al? En er zit nog meer, hè. Ongelooflijk. 9 stukjes iron al. En ik blijf gewoon iron vinden. Het is hier... Kijk, hier ook nog meer. Like, holy freaking damn. I love it. Geef me al dat iron. Ik kan de iron altijd goed gebruiken. En ik heb ook al wat kool gevonden. Dus dat is ook altijd handig. Je kan nooit te weinig kool hebben. Dat bestaat gewoon niet in Minecraft. Dus laten we alles maar lekker meenemen. Inclusief wat cobblestone. Want ik wil natuurlijk de foundations van het huisje zeker af hebben. En misschien zelfs al de eerste verdieping. Maar dat weet ik nog niet echt. Want ik weet nog niet bij welke... Ja, met welk materiaal ik het huis allemaal ga maken. Ik weet dat ik de onderste laag van de muur met cobblestone wil. En misschien de rest van het huis met hout? I don't know. Dat zien we wel straks als ik zoiets heb van... dat ziet er wel mooi uit. Of dan heb ik zoiets van... Jakkes, dat is lelijk. Dat kan namelijk ook. Dus ik zou het begot niet weten. Maar ik ga ondertussen wel lekker al deze cobblestone stukjes meenemen. En al dat kool. Ik ga dat kool ook allemaal meenemen. Want dan kunnen we ons eten allemaal lekker koken. Niet dat we al eten hebben. Of toch niet, ja, we hebben toch niet veel eten alleszins. Misschien moet ik eens een paar varkens van die vlakte daar lokken naar mijn huis. Als ik ze niet allemaal heb weggejaagd of gedood. Oh, wow, 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 wow. Dat was niet de bedoeling. Oh my god. Oké, we zijn terug bovengronds, jongens. En we gaan... Koste wat het kost, ons huis maken. Lekker de trapjes op. Lekker helemaal naar boven. Op de top van deze berg. En dan beginnen we eraan. Oké, dus de binnenste muur. Ik wil dat altijd dat het, zoiets zal worden. Hè? Upskay. I guess zo. En dan wee. En dan wee. En upskay. Zo, zo, zo. Zo, 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 zo. Oh, oepsie, dat was niet de bedoeling. En dan wil ik graag hier ergens de deur... Hier wil ik de deur hebben. Hier zo. Ja, dat is eigenlijk... Dit is best groot nog. Dat is perfect gewoon.
Dit is gewoon perfect. Oké. Dan gaan we nu meteen beginnen met het muurtje. Of nee, met de vloer. Ik ging eerst de vloer maken. Dat is juist, want ik wil weten hoeveel birch dat ik daarvoor nodig heb. Dus laten we dat ook maar even meteen doen. En dan ga ik jullie ondertussen even een leuk verhaaltje vertellen. Wel, leuk verhaaltje. Het is gewoon een verhaaltje. Ik was dit weekend... is het ballonmeeting in Eeklo, waar ik woon. En dat is elk jaar... is er zo'n grote ballonmeeting. En dan stijgen er een stuk of 100 ballonnen op. Luchtballonnen. En dat was dit jaar weer. Eigenlijk, als je dat zoveel keer hebt gezien... Ik woon hier al 20 jaar... dan is het eigenlijk niet echt zo speciaal meer. Maar er zitten altijd wel een paar geinige ballonnetjes tussen. Bijvoorbeeld een Bugs Bunny ballon. Een ballon in de vorm van bier. Dat is misschien iets voor Remco. ik weet zeker als Remco een ballonvaart zou willen maken... dat het wel in een ballon zou zijn in de vorm van een bierglas. Ik denk van wel. En we hebben sinds kort een nieuwe puppy... hier in huis, Spyro noemt hij, van de paarse draak Spyro uit de videogames. Daar is hij naar vernoemd. En Spyro is een Bandersnatch puppy. En hij kon het like niet aan dat er dingen in de lucht aan het vliegen waren. Hij was zo gestoord aan het doen. Dat is ongelooflijk. Ik monteer wel een foto van Spyro in deze video. En dan kunnen jullie allemaal collectief... Oh, zo schattig, zeggen achter jullie computer. Hij brengt heel veel leven in de brouwerij. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat hij gewoon druk is. In het begin was hij redelijk rustig. Maar nu is hij het al een beetje meer gewoon. En heb ik zo de indruk dat hij zo de wondere wereld van irritant puppygedrag heeft gevonden. Dat doet hij nu heel veel irritant doen. Stenen pakken in de tuin, schoenen pakken, van alles en nog wat. Maar het is wel een hele leuke, lieve hond. Dus dat is dan wel weer, leuk. Voilà, dat is de vloer van ons huis. Jullie denken waarschijnlijk, Wesler, dat wordt kotslelijk. En ik ga akkoord. Ik heb geen idee wat dit wordt. Maar we kunnen het wel proberen. Om het toch enigszins zo mooi mogelijk te maken. Maar ik denk dat dat wel zal lukken, toch? Komt allemaal in orde, hoop ik. En ik heb nog steeds geen axe gemaakt, ongelooflijk ook. Hoe dat ik al deze hele aflevering zonder axe aan het werken ben, terwijl dat ik met hout bezig ben. Slim, echt slim, Wesley, slim. Oh, genie. Zo... En dan wil ik... hier wil ik een gigantisch raam. Hè. Hier wil ik een groot raam. Dus dat doen we gelijk ook. Oh. En het begint alweer nacht te worden. Nu al. Serieus. Doe eens even normaal. Is het nu alweer nacht? Kan je dat geloven? Ja, want we zien het, Wesler. Domme vraag eigenlijk. Ik weet echt niet wat ik allemaal aan het doen ben. Zo. Dit is dan... Ja, het hoekje waar dat er het meest licht binnenkomt. Wauw, ik kon even niet praten of zo. Ja, dit zal helemaal dicht moeten, vrees ik. Want daar een raam steken is maar een beetje vreemd. En ja, dit zal ook gewoon allemaal opgevuld moeten worden. Zo, en dan is de eerste verdieping eigenlijk quasi af. En het ziet er langs buiten eigenlijk nog niet zo verkeerd uit. Het moet natuurlijk wel nog gedecoreerd worden, maar dat komt allemaal wel. Zo, dat hebben we dan ook weer gehad. Die slaap en die rust. Heb ik nog fences? Want anders dan wil ik die nu meteen wel neerzetten. En kijk, dat hebben we. Prachtig. Hebben we nog meer wood? Nope. Oh, dat wordt... Oh nee, wacht. Want het plafond / vloer is van birch. Dus dan pakken we gewoon birch. Dat is wel... Ja, ik ben zo slim soms. Wow. Hupsakee. Zetten we hier wel een fakkeltje. Ik hoorde een Enderman. Ik vind... Oh shit, daar is hij. Ik vind Enderman niet zo aangenaam namelijk. Dus ik wil ook niet echt... Want die zijn redelijk sterk ook. En ik heb geen zin om met een Enderman te vechten op dit moment. Dus laten we dat gewoon niet doen, weet je? Zo, dan heb ik dat al gedaan en dan kunnen we nu gewoon het plafondje doen. En als we dat klaar hebben, jongens, dan kunnen we gewoon lekker
hier intrekken meteen. Natuurlijk is het huis nog niet helemaal af en er moet dan nog een bovenverdieping opkomen en zo en dan nog een dak. Maar we kunnen hier dan wel al wonen en niet meer in dat kleine hokje vastzitten. Ik ga dat kleine hokje gewoon een beetje gebruiken nog als, als kleine opslagplaats of zo. En gewoon om te tonen van in dit kleine huisje ben ik begonnen met deze Minecraft wereld. En kijk wat ik nu gebouwd heb. Maar ja, dit is nog niet echt zo huge of zo. Ik ben wel van plan om iets groots te bouwen in deze wereld. Alleen heb ik geen idee wat dat zal zijn. En ik kom ook tot de conclusie dat ik geen birchwood meer heb. Maar mensen, dit is het voor deze aflevering. Als je deze aflevering leuk vond, laat even een likeje achter onderaan de video. Voeg hem te favorieten, deel hem met vrienden, abonneer op een Gamedorp als je dat nog niet gedaan hebt. Als je meer van mij wil zien, mijn kanaal staat altijd in de beschrijving. En dan zie ik je de volgende keer terug in een nieuwe video van Blokje Om met Wes. In de volgende aflevering, als we 100 likes halen, 4 namen op, op de Wall of Fame. En dan zie ik jullie de volgende keer terug in een nieuwe aflevering. Waar we het huis zullen afwerken en zullen verhuizen naar dit huis. En een beetje de buitenkant zullen versieren. En het paadje ook aanleggen. Dat is misschien ook wel leuk om te doen. Als we dan toch bezig zijn. En dan zie ik je de volgende keer terug in een nieuwe video. Mensen, ik heb niets meer te zeggen. Dus, bye!